zou dat aanraden, omdat dat iets anders is dan te gaan karten of te gaan weet ik veel wat doen. Of allee ja, van die typische dingen waar dat eigenlijk maar de helft van de groep zin in heeft, omdat er twee mensen zijn die dat graag doen, moet iedereen dat dan maar doen. Deze is iets dat volledig losstaat van iets anders. En je bent er een hele dag mee bezig. En dat is voor iedereen een nieuwe ervaring. Ja, ja. Er is hier vanmorgen iets, een concept aangeboden en we zijn er allemaal in meegegaan. En dat leek goed georganiseerd en goed gedaan en professioneel begeleid. Je kunt je improviserend orgaan wat laten werken en zelf er wat een draai geven. En als je een beetje fantasie in je kop steken hebt, kun je dat je volledig botsen. Het is ook niet zo individueel als... Als veel activiteiten, denk ik. Met deze moeten echt samenwerken. Je bent verplicht van samen naar een bepaald doel te strijden, zeg maar. Ja. En het is gewoon wel belangrijk dat je goed communiceert en dat je iedereen goed weet wat zijn rol is. En dat je dat dan uiteindelijk uitwerkt tot een tof eindproduct, zeg maar. En dat is, allee, ik denk dat dat voor groepsgevoel wel een goede opsteker kan zijn. Door er vandaag zo dieper op in te gaan, heb je echt zo een beeld van al die dingen dat je eigenlijk hoort van in de studio en zo, dat is echt en dat gebeurt echt zo en dat is leuk gewoon om dat mee te maken. Dat is zeker wel interessant om dat even te bekijken en zelf te doen. Daar krijg je toch wel meer in dan dat je zelf zou verwachten. Ik kan nu ook beter snappen dat de acteurs, in making-offs praten ze dikwijls wanneer de hoofdacteurs, dat die ook op de set een band met elkaar krijgen en ik kan er heel goed in komen. We hebben nu een paar uur met drie de hoofddubbers daar gestaan en dat creëert ergens een band. Je probeert elkaar te motiveren, je probeert richtlijnen te geven om elkaar van misschien zo of zo. En dat is wel interessant om te zien dat die intermenselijke actie... Dat wel werkt. Lachen en feedback krijgen en ja, dat is leuk. Ik vond dat een hele boeiende dag, absoluut.